Ik ben Colin, een van de oprichters van Dribbel. Met Dribbel zijn we eigenlijk een impact start-up die de frisdrankindustrie op een duurzame manier wil heruitvinden. Met Dribbel willen we dus de frisdrankindustrie op een duurzame manier heruitvinden. We zagen dat de meeste frisdrank nog steeds in wegwerpverpakking te verkrijgen zijn, ofwel een single-use plastic flesje of blikje. Dat natuurlijk een gigantische afvalbergen genereert en daar willen we tegenin gaan. Sexy en duurzaam gaat zeker samen. Met Dribbel voorzien we ook wel echt een sexy product dat we de mainstream willen aansnijden. Door eigenlijk een alternatief te maken voor klassieke frisdranken die juist zo sexy is of zo handig is ook. Dat je eigenlijk sowieso voor duurzaam kiest zonder dat je erbij nadenkt. Dus juist door het sexy te maken, kies je eigenlijk ook voor duurzaam. In 2030 willen we 1 miljard drankverpakkingen bespaard hebben, dus aan de kant geschoven hebben. Op dit moment hebben we 250.000 verpakkingen kunnen vermijden, dus we hebben wel nog een hele lange weg te gaan. En in 2030 dat gaat paard met dat Dribbel een internationaal bedrijf is, dat we het Europees vasteland eigenlijk verduurzamen op vlak van frisdrankverpakkingen. Dus that's the goal.